Hallo, het is 8:10 en ik ben al van 6:30 wakker. En dan vraag je waarschijnlijk af, waarom ben je nog niet aangekleed? Wel, mijn dag begon top. Blijkbaar. Het is zaterdag, de diarree van zondag en iets dat ik had gegeten, heb ik deze morgen gemerkt. Want ik stond op en het was weer net hetzelfde als zondag. Gewoon ietsje regelmatiger, dus heel veel toiletbezoekjes. Want ik had dat gisteren ook gegeten, wat ik zaterdag heb gegeten. Maar ik heb... Maar het verschil met zondag is dat ik vandaag geen verlof heb, dus dat mijn winkel gewoon open is. Dus ik heb daar net iets gepakt tegen die diarree en nu heb ik ondertussen niet meer naar het toilet gemoeten, dus fingers crossed. Ik ga mij omkleden. En ga ik me klaarmaken om naar de winkel te gaan. Nu zie ik er fris uit, maar ik voel me nog altijd niet fris. Maar ik ga me wel verder klaarmaken, want ik ga gewoon alles klaarmaken. En dan zie ik straks wel of ik effectief vertrek, want... net zoals even beter, maar nu is mijn buik weer ambetant aan het doen. Dus misschien loop ik straks terug naar de wc. Ik ben nu in de winkel, maar ik weet niet of dat echt een volledige dag gaat worden. Vandaag, want ja... Je snapt het wel. Ik heb nog niet ontbeten vanmorgen, maar ik heb wel een banaan mee als snack, omdat dat blijkbaar wel goed is tegen diarree. Dus ja. Ik wou dat ik hier een bedje had zodat ik kon liggen. Of gewoon een zetel zodat ik kon liggen tussen planten door. Oh, ik heb echt geen energie, echt 0,0 noppes nada. Hoe miserabel te voelen of zo. Ik heb hier weer een aantal ontzuigingen. Sowieso door mijn masker. Ik hoop echt dat er wat klanten komen. Om mij een beetje op te krikken. En ook om niet het gevoel te hebben dat ik binnen in mijn bed kan kunnen blijven liggen of zo. Heb je dat niet zo als je ziek voelt dat je dan ook bang bent om iets te eten? Omdat je dan denkt dat het erger zal worden. Terwijl het net volgens mij ook goed is om voedingsstoffen en energie binnen te krijgen als alles eruit gaat. Hey, hi! Ik ga eventjes een prijslijst maken. Dat doe ik voor een school die eventueel wel ziet zitten om producten van mij in te kopen. Ik breng vandaag gewoon vooral hier in de keuken door, omdat ik merk dat mondmaskers echt onaangenaam zijn als je brak of mottig voelt. Maar op dit moment voel ik mij ook even buiten dat ik af en toe wel beukenrampen heb. Ik ben benieuwd wat dat de rest van de dag gaat doen, want de diarree gaat op een bepaald moment wel uitgewerkt zijn. En dat wordt niet zo tof. En ik denk dat ik vanmorgen tussen 6:30 en 8:00 ongeveer om de 10, 15 minuten naar het toilet ben geweest. Dus dat was niet zo fun. Dus ik hoop dat dat oké blijft. En sorry als deze vlog iets te veel details is.
Vanavond heb ik normaal aquagym en ik ga zien hoe ik mij voel tegen de aquagym. Want ik heb ook, ik kan echt niet in binnen van de aquagym, dat is wel echt open. En als ik, ja, als je ziek voelt, is het ook niet zo handig. Net Sims gespeeld, wat visuals gemaakt voor een Valentijnsactie en nog een aantal andere dingen, zoals klant verdiend. Nu heb ik super veel dorst, dus ik ga eerst iets drinken. En dan ga ik de winkel beginnen afsluiten om te zien voor 6. Nu moest Francis snel inzetten, anders moest hij deze ronde voorbij laten gaan. Hallo, het is nu 7:50 en ik sta aan het zwembad. Ik ben net naar mijn ouders geweest en daar hebben we nog een deel voorbereid voor de Valentijnsactie. En bijna 20 minuten heb ik aquagym. Ik was echt mega hard aan het twijfelen of ik wel ging komen, want ik ben echt kapot. Maar ja, dan dacht ik, als ik thuis om 8 uur nog een uur in workout doe, ben ik even laat in mijn bed. Dus ja, ongeveer even laat in mijn bed. Dus we gaan gewoon aquagymmen. En morgen kan ik wel slapen tot 8 uur of zo, want morgen is de winkel toe en ga ik aan mijn afvugen werken. Dus ja, dan kan ik dat morgen nog doen. Alles hier beneden met mijn buik is trouwens ça va. Allee, ik heb af en toe wel krampen. Maar dan is de vraag, zijn die van mijn buik, allee, van mijn darmen, of omdat de periode van de maand is. Want ja, zondagavond is die begonnen. Ja, echt zoveel TMI in deze vlog, maar ja. Ik ga nog even luisteren naar mijn boek. Van ben ik dik te wel op het signaal af. En denk dat ik ongeveer binnen 5-6 minuutjes uit mijn auto ga stappen om naar het zwembad te gaan. Ik mag nu toch nog niet binnen, dus dat is een beetje stom. Ik kom zitten. Oké. Spannend boek. Maar ik ga naar binnen. Stel dat de aqua gym helaas gewoon bij hen zonder mij. En dat ik hier nog gewoon altijd op de pakking en naar mijn boek zit te luisteren. Dat zou wel een beetje stom zijn. Dus ik zie jullie straks wel weer. Ik ben net klaar met zwemmen. Ik ben helemaal gedehydrateerd. Wauw. Wel, hoewel dat je dus in een ruimte zit vol water. Helpt dat ik niet voor dat gevoel. Nou, uiterst sterk. Nu ga ik vlug naar huis rijden, want het is 8:08. Ik ben wel blij dat ik gegaan ben naar de les. Dat maakt me naar de les. Dat betekent dat mijn dag iets productiever is geweest dan als ik niet was geweest. Want op mijn werk was ik niet mega productief. Nu ga ik mijn avond afsluiten met American Royals. Ik heb nog exact een half uurtje om te lezen, want binnen half uur is het 10:00. En dan ga ik slapen.